Piet Mars wilde vroeger een broodbanketbakker worden. Maar besloot daarna toch maar als ondernemer de automatisering in te gaan. Geen slechte keuze, want nu staat er in Leusden een bedrijf dat vorig jaar een omzet van 107 miljoen euro draaide. En dan zit je als ondernemer natuurlijk ook gebakken. Los van het feit dat je daar aardig wat maanzaadbroden voor kan kopen, kan je als onderneming een aantal dingen doen met dat geld. Het wegsluizen naar belastingparadijzen, leven als een zonnegod, of je kan iets teruggeven aan de rest van de wereld. En dat laatste besloot men te doen, via Davis Foundation, gewoon netjes je belasting betalen en met een mooie bijvangst. Wat hebben wij ervaren dat NVO ook gewoon geld op kan leveren? Blijft een ondernemer, hè? Handen op elkaar, hier is Piet Mars. Goedemiddag, dames en heren. Ik ben een heel positief mens en ik ben heel blij dat ik in Nederland woon. Wat hebben wij een geweldig land. En wat zijn er in Nederland toch fantastische mogelijkheden om te ondernemen, om datgene te zeggen wat je wilt zeggen. Ik had vanmiddag een bijzondere ontmoeting. Ik kwam een oude vriend tegen die ik denk 36 jaar geleden niet heb ontmoet. En ik kom je hier beneden in het café tegen en die zegt, ken je me nog? Nou, natuurlijk kennen we elkaar niet meer. We gaven elkaar aan de hand en die was helemaal uit Brielen vandaag gekomen. Jan, hartelijk welkom, maar iedereen natuurlijk hartelijk welkom. Ondernemen met moreel kompas. Als je gevraagd wordt om daar wat over te zeggen, dan ga je ook steeds meer toch wel naar kranten kijken, naar artikelen kijken. En als ik nou alleen al de afgelopen dagen neem, vanmiddag krijg ik een appje. Meneer Keizer, voorzitter van de VVD, is afgetreden. En er is natuurlijk heel wat over die man gezegd. En hij heeft toch op een gegeven moment zijn eieren voor zijn geld gekozen. Omdat waarschijnlijk het onderzoek zal uitwijzen dat hij toch niet ethisch bezig geweest is. Maar ik las gisteren ook een artikeltje over de vakbond die tegen de directie van Ahold zei van, waarom hebben jullie de constructie voor ethos bedacht via Zwitserland? Zodat je 15% belasting kunt betalen. Maar eigenlijk vind je elke dag wel dingen. Wat is er nou aan de hand? Wat houdt dit onderwerp nou in? Het heeft mij best heel veel bezig gehouden, want hoe wil je ondernemen? Wat wil je zijn? In 2008 hadden we de crisis. Toen begon hij. Lehman Brothers stortte in elkaar en dat heeft een enorm effect gehad voor heel veel bedrijven, voor mensen, voor landen. En ja, er zijn mensen die zeggen, ja, het is een systeemfout geweest. Er zijn mensen die zeggen van, ja, het heeft te maken van het slecht gedrag van individuen. We moeten komen met maatregelen, met wetgeving. Mijn visie is dat wetgeving maar beperkt helpt. Werkgeving, daar kun je bepaalde dingen mee uitsluiten. Door regels kun je bepalen wat je wel en wat je niet doet. Dat hebben wij in het bedrijf ook. Maar er is een ander issue, daar wil ik u heel graag met elkaar over praten. Er zijn ook heel veel boeken over dit onderwerp geschreven. Ik heb ze allemaal bijna gelezen. Drama Ahold, de ondergang van Baan. Ik heb gelezen Fortis, ABM. En als je dan die boeken gelezen hebt, denk je, wat is hier nou aan de hand? Misschien dat mijn belangrijkste les wel geweest is dat het bedrijven zijn die vaak narcistische leiders hebben. Die gaan voor zichzelf en geen oog hebben voor de context waarin ze zaken doen. Ik wil vandaag u oproepen op een andere manier te gaan ondernemen. En dat is maatschappelijk ondernemen. Ga nou eens anders kijken naar uw bedrijf en naar de omgeving waarin u werkt. En denk na wat uw rol daarin is. Kan het niet anders? En ik heb straks een lijstje met 10 punten die ik graag met u wil delen. Ik ben directeur van AFAS, medeoprichter van AFAS. Een geweldig bedrijf. Ik heb hiervoor een accountantskantoor gehad en daarvoor heb ik nog bij Schuitema gewerkt als hoofd van de bedrijfseconomische afdeling. Ik heb best heel vaak meegemaakt dat mensen niet ethisch wilden handelen. In de retail heb ik heel veel zwart geld gezien. Ook gezien hoe mensen daarmee bedrijven eigenlijk stuk maakten omdat je met zwart geld geen vermogen kan opbouwen, geen bedrijf kan opbouwen. Ik heb gezien dat mensen panden wilden verkopen en dat er zwart geld aan betaald, ook notarissen die wilden meewerken. Ik heb ook hier in het bedrijf adviseurs over de vloer gehad die allerlei prachtige ideeën hadden van jongens, als jullie nu naar Curaçao gaan, dan hebben jullie een vestiging. Daar is een free zone, als je nou op de free zone gaat vestigen, dan heb je een belastingvrijstelling en we gaan. Accountants hadden het allemaal bedacht. En dan is de vraag, wat doe je? En wij hebben gezegd, we doen dat niet. Wij willen lekker ondernemen en niet met de verkeerde dingen bezig zijn. Ik zie ook heel veel juridisering, ook in de handel. Dikke contracten die je moet tekenen als je zaken met elkaar doet. Juridisering die vaak
ook een dubbele bodem heeft. Wij maken mee ook in onze sector dat er organisaties zijn die ontevreden zijn over een partner waar ze mee zaken doen. En dat er zo'n contract aan de grond, dat ze geen kant op kunnen. De visie bij Avos is heel helder. U komt en u gaat wanneer u wilt. Wij doen zaken met u. Maar als u vindt dat wij het niet goed doen of we zijn te duur, mag u onmiddellijk weg. Wij gaan u niet binden. Wij moeten de intrinsieke kwaliteit van ons werk bewaken. Daar gaat het om. En dat is voor ons basis voor ondernemen. Uitgaan van datgene wat je met elkaar kunt doen. Avos is een zeer succesvol bedrijf. En ik denk dat dat met name komt door de manier waarop wij naar dat zaken doen kijken. Ik wil een aantal dingen met u meenemen. In de eerste plaats, leiders zijn niet belangrijk. Ik zit in Avos in de Raad van Bestuur. Ik ben niet belangrijk. Wat ik moet doen is mijn mensen inspireren. Ik moet voorbeeld geven. Ik moet mensen enthousiasmeren. Ik moet mensen prikkelen. En als ik als leider bezig zou zijn met mijn eigen positie, hoe kan ik de waarde van bedrijven omhoog krijgen? Zodat misschien mijn familie later of wat dan ook, dan ben ik weg. En in heel veel situaties waarin het fout gegaan is, heeft die leider veel te dominante invloed gehad op die organisatie. Een leider is een dienaar. Een dienaar van de organisatie, een dienaar van het bedrijf. Dat is altijd de basis. En als die basis weg is, dan gebeuren er gekke dingen. En er zijn nog steeds voorbeelden die het doen. Als je voorzitter bent van een hele mooie politieke partij, maar je hebt niet door dat jij niet ethisch bent op bepaalde dingen, dan snap je dingen niet. Jij moet voorbeeld geven. En als dat ter discussie staat, moet je wegwezen. Ja? En zo is ABN naar de kloten gegaan. Zo is Fortis naar de bliksem gegaan. Zo zijn er talloze automatiseringsbedrijven waar men alleen maar bezig is met de positie, met de markt. Met de... Maak nou eens een andere keuze. Maak een andere keuze. Tweede punt. Maak een keuze voor uw klanten. Maar dan intrinsiek. Intrinsiek. En wat wil dat zeggen, intrinsiek voor uw klanten? Je kunt niet zeggen van, ik heb de klanten centraal staan als jij denkt dat je die klant moet binden met een contract voor 5 jaar. Je kunt niet zeggen, ik heb die klant centraal staan als je bezoek brengt aan het bedrijf en niet denkt ze worden ontvangen. Of als je koffie krijgt die niet te drinken is. Of je kunt allerlei voorbeelden doen. Intrinsiek voor die klant kiezen. En die klant voelt dat. Ik ben zo blij in dit bedrijf. Hè. Ik elke dag als ik hier kom is het een feest. Dan loop ik door het bedrijf en ik kom klanten tegen hier beneden. En zeggen van, Marcel, het is een feest om hier te komen. Maar waarom? Waarom doen we dat? Omdat die klant moet terugkomen. Niet 1 keer, niet 2 keer, niet 3 keer, die moet terugkomen. Die willen we aan ons verbinden. Daarom moet je goed wezen voor je klanten. En als die klant ontevreden is, dan moet je niet zeggen, ik heb een contract, ik moet blijven. Dan moet je zeggen, ja, ik heb iets fout gedaan. Of als die klant een klacht heeft, moet je niet zeggen, ja, die klant is een klootzak. Nee, je bent zelf. Ga aan de bak, zoek het bij jezelf. Zorg voor intrinsieke kwaliteit. Zorg ervoor dat die klant in alles wat je doet, iedere dag nieuw, centraal staat. Dat is de basis. Medewerkers. Ik heb heel vaak, ik kan het eerlijk zeggen, ik mag het wel delen, het is een beetje intiem hier dan, maar ik heb vaak met tranen in de ogen gestaan. Als ik zie hoe bedrijven zoals medewerkers omgaan. We hebben de crisis gehad. Die crisis heeft tot gevolg gehad dat heel veel mensen hun baan kwijtgeraakt zijn. Dat is heel triest. En er zijn ook bedrijven waar mensen een stuk van hun salaris hebben moeten inleveren. Dat is heel triest. Wat ik bijna niet gezien heb, wat ik nooit gezien heb, is dat bedrijven zeiden van jongens, het gaat nu slecht. Wij moeten met elkaar een stukje terug. We moeten wat verlies met elkaar delen. Maar we spreken met elkaar af als het goed gaat. Dan gaan we ook een stukje winst met elkaar delen. Dan gaan we ook tegen elkaar zeggen, jongens, het gaat nu goed. Je hebt 10% toen ingeleverd. We gaan straks ook een stuk van die winst gaan we naar jou doorschuiven. No way. No way. Mensen zijn als oud vuil bij de vuilnis neergezet. Ik heb bankiers gevolgd. Ik heb verbaasd gestaan vorig jaar dat Gerrit Salm in de krant zette dat het kerstpakket werd afgeschaft. Ik heb gedacht, wat is hier aan de hand? Ja, we moeten de winst. En weet je wat ik gedaan had? Ik had een groot kerstpakket gekocht. 2 keer zo groot. Want weet u wat het is? Wat je geeft als leiding, krijg je terug van je mensen. Weet u waarom mensen van Avos enthousiast zijn? Omdat wij geven. We delen. En weet u wat er dan gebeurt als je dat gaat doen? Je ziekteverzuim gaat naar beneden. Mensen worden enthousiast. Mensen gaan beter met hun klanten om. Ik heb mensen meegemaakt die
werden door een werkgever echt bot en verkeerd behandeld. En dan vraagt zo'n werkgever, maar denk erom dat je goed met mijn klant omgaat. Maar hoe kun je dat nou doen? Dat is een keten. Wat je geeft, krijg je terug. Wat je geeft, kan je doorgeven. En er zit een belangrijke les in als je ethisch gaat ondernemen. Want vergeet één ding. Als ik morgen tegen mijn sales zeg, van jongens, jullie krijgen onhaalbare doelstellingen. Dan gaan ze rotzooien. Als ik morgen zeg, kost wat kost, die order komt binnen. Dan gaan ze dingen verkopen die ik niet heb. Als ik eisen ga stellen die niet reëel zijn. Dan gaan mensen gedrag vertonen, waardoor ik heel veel problemen in mijn organisatie kan krijgen. Ga er nou eens anders mee om. Probeer die medewerker ook een waardevolle plek in die organisatie te geven. En natuurlijk mag je kritisch zijn. Maar het bijzondere is als je bij AFAS gaat kijken. Ik denk dat wij een enorme gemotiveerde club hebben. Maar wij hebben nauwelijks advocaatkosten. We hebben geen kwesties lopen. Echt niet. Echt niet. We hebben de accountscontrole gehad. Die kan zeggen, heb je geen zaken? Nee, we hebben geen zaken lopen. We hebben de allerhoogste productiviteit van de hele markt. We hebben het laagste ziekteverzuim van de hele markt. Ons loon is het hoogste van de hele markt van IT. Een andere manier van zaken doen. En het leidt tot rendement. Maar het leidt er ook toe dat je heel veel problemen die mensen hebben intrinsiek kunt voorkomen. Derde punt, wat ik heel graag met u wil delen. Doe geen overnames. Wij hebben zoveel leed gezien door overnames. En Erik de Vlieger gaat straks een verhaal vertellen. Die heeft natuurlijk heel veel bedrijven overgenomen. Ander type ondernemer dan ik. Ik ben een bouwer. Ik probeer ieder jaar nou een stukje bij dat bedrijf aan te zetten. Wat gebeurt er door overnames? Bedrijfscultuur gaat stuk. Heel veel mensen voelen zich niet meer betrokken. En ook die overnames hebben vaak tot gevolg dat je moet rotzooien. Die balanspositie moet je gaan verbeteren. Je moet toch proberen in je Excel-tje te kijken of je rendement kan creëren. Het is vaak een hele technische oplossing. 90% van de overnames mislukt, dames en heren. En heel veel overnames, nou neem Fortis, ABN, neem bij mijn baan. Baan is kapot gegaan aan de overnames. Op een gegeven moment haal je de verkeerde, haal je binnen en dan ga je met je goede gedrag. En Jan Baan had heel hoge normen en waarden en toch ging hij. Hij ging, hij moest. Dames en heren, als je een bedrijf wil opbouwen, doe het dan door meer klanten binnen te halen. En bouw aan fantastische producten. Ga daarmee aan de slag. Een vierde punt. Ga niet minimaliseren, maar ga maximaliseren. Heel veel bedrijven zijn aan het minimaliseren. En als je minimaliseren gaat, dan betekent dat je Nou, een voorbeeldje. Ik heb heel veel bedrijven bezocht in mijn leven. Ik heb in heel veel bedrijven gezegd, ik hoef geen koffie. Herkent u dat? Ze zijn geprut. Zorg dan als klanten bij je komen dat je de allerbeste koffie van de wereld hebt. Zorg dat je vers chaudrans hebt. Zorg dat als je wat geeft dat het goed is. Probeer dan het voorbeeld te geven. Probeer dan het zijn van je als organisatie. Probeer het vertrouwen te krijgen. En als je gaat maximaliseren, dan betekent dat je klanten veel gaat geven. Wij hebben nu een nieuwe versie van onze programma, nu beeld 3. Alle klanten krijgen beeld 3. Ik weet niet of klanten zijn, jullie krijgen het allemaal. Kost niks. 10 miljoen geïnvesteerd. En natuurlijk is het verdicht in ons verdienmodel. Maar we zijn een totaal andere partij als de Microsoft en de Googles en de sappen van deze wereld. Omdat we die keuze hebben gemaakt. Ik was laatst bij een organisatie, u wilt het niet geloven. Die was ontevreden over een hele grote softwareleverancier. En die zegt, meneer Mas, ik wil kost dat kost weg. Hij zegt, maar ik moet u één ding vertellen. Ik heb al een proforma factuur gehad. Het schijnt dat ik nog een contract heb voor 5 jaar. En ik moet 15 miljoen euro betalen. En wat was er nou gebeurd? Die mensen hadden een uitbreiding gekocht. Hadden ze een contractje voor getekend. En in dat contractje stond dat ze die uitbreiding gingen tekenen. Dat een nieuwe contractstermijn van 5 jaar ging lopen. Als je dat dan leest, dan denk je van, waar ben je als bedrijf mee bezig? Ga maximaliseren. Test het morgen uit. En u zult zien dat de totale wereld om u heen gaat op een hele positieve manier veranderen. Wees positief. Er wordt wat afgeklaagd in Nederland. Van de week hadden wij een belastingcontrole. En het ging over een issue wat liep. En we hebben zo'n ontzettend leuk gesprek gehad. Hij was gewoon een goede kerel. En ik kwam tot ontdekking in het gesprek dat hij gelijk had en ik had ongelijk. Alleen mijn adviseur had gezegd dat ik gelijk had. Alleen in het gesprek dacht ik, die man heeft gewoon gelijk.
Dus we waren dat gesprek bezig en die man zei tegen me, ja, zei meneer Mas, ik kan daar geen helpen. Wat doet u? Gaat u beroepsschrift, gaat u dat doorzetten? Gaat u misschien nog naar de rechter toe? Ik zei, nee, ik trek het in. Ik heb geen zin meer in. Ik denk, ik vraag hem wel even wat. Ik zei, wil je wat terug doen? Ik denk, laten we dan proberen een tweede keer recht te maken. En toen gaf hij nog een kleine gest toe en dat vond ik wel heel erg leuk om mee te maken. Maar het was wel een positieve insteek. Ook hoe ik begon. Dames en heren, Nederland heeft heel veel kans om te ondernemen. En er worden heel veel broodjes aan verkocht. Maar we hebben een vrij land. Ga daarvan uit. Draag dat uit. Ook in een bedrijf. En u zult zien dat uw bedrijf daardoor verandert. Maar ik moet even spieken op mijn lijstje, want ik heb ze geprobeerd op mijn hoofd te vermelden, maar dat is niet helemaal gelukt. Zorg dat een bedrijf midden in de maatschappij staat. Wat wil dat zeggen? Toen wij in Leusden kwamen, 20 jaar geleden, hebben wij eigenlijk direct contact met de samenleving gezocht. Wij gingen de voetbalclub sponsoren, we gingen een volleybalteam gingen sponsoren. Je kon ze echt niet verzinnen. Maar we stelden ook onze organisatie open om dingen te doen. Dat is later veel meer uitgebreid. Hè. Als u kijkt dit theater, we hebben hier een paar keer al oude mensen gehad. Die krijgen hier een iPad-cursus. U wil niet weten wat er gebeurt. Het gekke is, je staat midden in die maatschappij. Heel Leusden kent AFAS. Heel Leusden. Ja? 2-3 keer per jaar hebben we hier een concert in deze tent. En dan mogen mensen voor niks komen. En ik zou je wel, als het op het scherm staat, binnen 2 uur is het boel uitverkocht. Voor niks. Krijgen ze lekker te eten, het gebeurt. En weet je wat het ons nou gebracht heeft? Wij zijn in Leusden voor de mensen het allerbeste bedrijf dat er maar bestaat. En die mensen praten erover. Die hebben een zoon. En die is directeur ergens. En die moet software aanschaffen. Dus je moet bij AFAS kijken. Of een kleinzoon. En die wil een baan zoeken. Je moet bij AFAS kijken. Dames en heren, het heeft ons veel gebracht. Ga midden in die samenleving staan. Probeer nou eens die verbinding te maken. He, ik zit hier naar mensen te kijken. Hebben de matchbeurs een aantal jaren hier beneden gehad. Geweldig. Bedrijven aan goede doelen matchen. En ik zal u wel vertellen, er gebeurt er wat met je. Je gaat anders naar dingen kijken. En dat kost natuurlijk geld. Want dan hebben we een matchbeurs gehad en dan geven we 10.000 euro weg. Maar we krijgen er veel fout voor terug. Ga geven. Ga delen. Ga andere wegen inslaan. Ja, en dan kom ik misschien wel op een stokpaardje van mij. Zet aandeelhouderswaarde niet centraal. Aandeelhouderswaarde kan nooit een doel op zich zijn. Aandeelhouderswaarde is het gevolg van een adequate organisatie die midden in de samenleving staat, positief ondernemerschap in zich draagt en die door intrinsieke kwaliteit aan zijn klanten te leveren rendement gaat maken. En als je die dingen gaat missen, dan wordt het een technische oplossing. Aandeelhouderswaarde ontstaat op een andere manier. En ik heb heel vaak discussies gehad ook met CEO's van beursfondsen. Ja, ja, maar jullie zijn niet op de beurs. Ik vind het een shit verhaal. We zijn niet op de beurs. Maar ik durf u wel te vertellen dat, naar mijn mening, die waarde ontstaat als je die baas voor elkaar hebt. En laat u heel eerlijk wezen. Al die miljarden die betaald zijn aan boetes, aan verdampen van waarde, wat dan ook, heeft zo verschrikkelijk veel gekost. Die kan ik weer niet mee. Maak die andere keuze. Deel. We hebben een foundation opgericht. Alleen, 20 jaar geleden hebben we al gezegd, we gaan een stuk van onze winst gaan we teruggeven aan de samenleving. En als u naar mij vraagt, wat heb je dat gebracht? Ik denk toch wel heel veel vreugde, ja. Ik heb zoveel gezien. En we hebben zoveel kunnen doen. Nou, we hebben ook bijzondere projecten gedaan. We hadden vorige week hier een bijeenkomst, de tent zat vol van een organisatie die in Cambodja werkt. We hebben heel veel irrigatie gedaan. Ik denk dat we daarvoor 80.000 mensen irrigatie verzorgd hebben. En dat heeft zo'n diepe betekenis gehad, ook in mijn eigen leven, maar ook in de organisatie. Je ziet die mensen, Bas is meegeweest naar Congo toe, waar we in een periode van 20 jaar tijd, ik denk voor 50.000 kinderen geld hebben gegeven om middelen te krijgen via het Liarenfonds om te kunnen lopen of te kunnen tekenen of wat dan ook. En ze zijn daar geweest, ze hebben een film gemaakt, ze zijn huilend teruggekomen. We hebben hier met elkaar in deze zaal gezeten met mensen. En dan hebben mensen van ons het gedeeld dat ze er geweest zijn. En de tranen liepen langs hun wangen. En toch waren ze blij. Blij dat je het hebt kunnen doen. Zoek nou eens die weg op. Die winst is niet alleen voor die aandeelhouder. En ik ben ervan overtuigd, als je dat goed doet, dat je rendement ook nog gaat stijgen. Wij zijn een lievelingetje geworden. Heel veel mensen vinden het geweldig dat we dit doen. Die willen het leuk, die willen erover praten. Zover, hè? Hartstikke mooi product. Je kunt het niet zien, je kunt het niet ruiken, je kunt ermee werken. Geef inhoud aan iets. Geef inhoud aan iets. Door wie je bent, wat je bent. Ga daarmee aan de bak. Probeer te delen.
En als je gaat delen, dan gaan er heel veel mooie dingen gebeuren. Ja, en de laatste voor mij is, betaal belasting. Betaal gewoon belasting. Wie wil graag belasting betalen? Ja, ja, nou ja. Het is misschien een hele rare, hè? Misschien een hele rare. Kijk, wij zitten in een fantastische situatie, wordt hier heel veel geld verdiend. Alleen, ik vraag me soms ook af, hoe kan het? Ik snap het soms niet. Ik snap er soms geen reet van. Echt niet. Maar het is wel zo, wij dragen gewoon af wat we moeten betalen. We betalen op Curaçao-belasting, in België-belasting, Aruba-belasting. En er wordt gewoon niet gerommeld. En weet u wat voor rust dat geeft? Ik heb niet een horde adviseurs nodig om bij te staan als iets fout gaat. Het is zo simpel als het maar kan. Zo simpel als het maar kan. En natuurlijk, hè, als je op een gegeven moment van een bepaalde vrijstelling gebruik maakt, moet je het doen. Prima. Maar ga niet wegen opzoeken zoals Google, zoals Microsoft, zoals Ethos. Jongens, ik vind het gewoon schande. De klanten zitten hier in Nederland. De klanten moeten belasting betalen. En de mensen die op een gegeven moment de producten op de markt brengen, die proberen alleen hun eigen zakken te vullen. Dames en heren, ik vond het leuk om hier te ontmoeten. En ik hoop dat u één ding vanmiddag geleerd hebt. Dat hier een enorm enthousiaste ondernemer staat. Die heel graag zaken wil doen. Die ook niet boven de wet staat. Ook dingen fout gedaan heeft. Maar die wel heel graag de toekomst in wil gaan. Met een stukje passie en enthousiasme voor medewerkers en voor klanten en voor de maatschappij. Ik dank u hartelijk.